Dinsdag heeft FC Utrecht trainer Ab Favier ontslagen. De magere competitiestart van de FC heeft Favier de kop gekost. Voor de spelers kwam het ontslag van koning Ab als een verrassing. Het is al een jaar of twee dat je hoort van hij moet weg, hij moet niet weg. En kijk, uiteindelijk dat het dan toch gebeurt, dat is dan toch, ja, dan sta je de volgende dag weer op en denk van ja, jee, hij is inderdaad nu echt weg. En dat is inderdaad toch wel even schrikken, ja, ondanks dat je er wel rekening mee gehouden hebt en het verwacht hebt. Dat laatste setje dus, omdat het zo slecht ging om ons weer op goede spoor te krijgen, was het net niet. En dan gaat het resultaat ook een stuk achteruit. En dan ga je zoeken, waar ligt het nou aan? Hij gaat natuurlijk met de spelers een beetje draaien. En dan kan het bestuur kiezen wat ze gaan doen. Spelers eruit gooien of de trainer. Ja, maar nu hebben ze dus voor de trainer gekozen. Woensdag speelde Utrecht een vriendschappelijke wedstrijd in Nieuwegein tegen JSV. Daar zat assistenttrainer Vonk als verantwoordelijke man op de bank. Als opvolger van Favier circuleren drie namen: Bert Jacobs, Leo Beenhakker en Leo van Veen. Leo Beenhakker is wel een hele grote, hè? Ik denk een beetje te groot. En ik denk niet dat er bij voorbaat Leo van Veen zal zijn. Ik denk dat er nog wel meer goede kandidaten zijn. De spelers willen graag Leo van Veen, supporters willen Leo van Veen, de sponsors willen Leo van Veen. Lijkt mij duidelijk. Ja, maar het is aan het bestuur. Hebben we daar over afgesproken dat we daar geen mededeling over zouden doen. We hebben vanavond met het bestuur gesproken, de spelersraad. En daar is de spelersgroep geweest. Die hebben hun voorkeur uitgesproken. En daarmee gaat onze aanvoerder weer mee naar het bestuur. Die nieuwe trainer, zijn daar specifieke kenmerken voor waar hij aan moet voldoen? Ja, hij moet een diploma hebben. En hij moet verstand van voetbal hebben. FC Utrecht heeft een nieuwe trainer. Het is inderdaad de gedoodverfde opvolger van de twee weken geleden ontslagen Ab Favier geworden. Leo van Veen dus. Hij heeft een contract voor 10 maanden afgesloten met een optie voor nog een seizoen. Waarom hebt u zo'n kortlopend contract afgesloten? Dat heb ik in principe altijd gedaan. Dus wat dat betreft is geen probleem. Als blijkt dat het klikt met elkaar, dan is er nog gelegenheid genoeg om bij wijze van spreken de zaak te verlengen. En klik betekent niet degraderen? Ja, daar moeten we zeker van uitgaan. Hè. Mogen we nog hopen op iets hoger, Europees voetbal? Nou, Europees voetbal, tussen degraderen en Europees voetbal zit nog een hele grote ruimte. En dat zijn eigenlijk twee uitersten. Wij moeten zorgen dat we daar een beetje voorlopig middenin zien te komen. En dan weet je nooit wat er gaat gebeuren. Je weet nooit hoe de zaken ontwikkelen. We kijken het voorlopig maar eventjes van wedstrijd naar wedstrijd. De reden waarom het contract tot het einde van het seizoen loopt, dat is in de eerste plaats omdat we wensen dat alle aandacht wordt gelegd op de periode van nu tot het einde van het seizoen. Dus puur het sportieve resultaat. En als het allemaal naar wederzijdse wens gaat, dan denk ik dat het heel erg simpel is dat je dan gaat trachten de zaak te verlengen. En daarover hebben we gelukkig al duidelijke afspraken gemaakt. Nou, ik hoop dat het een team nou weer een geheel wordt. Kijk, en onder Favier was er toch wel bepaalde spelers die er niet echt zin meer in hadden. Kijk, en die komen misschien nou wel weer te boven. En dat zijn wel belangrijke spelers ook. Heb je het gevoel dat die nu inderdaad er weer zin in krijgen? Ja, want er is nou weer gelachen en dat is een tijdje weg geweest.